Ja, de experts die buitelen allemaal weer over elkaar heen. Hè? Om de analyse te maken over het vertrek van Maurice Steijn bij Ajax. Ja, nou vrienden, luister. Er zijn gewoon twee enorme blunders gemaakt bij Ajax. Laten we dat nou eventjes vaststellen. En dat is allemaal gebeurd onder het bewind van Van der Sar. Ja, die was in gesprek met ene meneer Woord. Kunnen jullie het nog herinneren? Meneer Woord, die zou de nieuwe technisch directeur worden van Ajax. Ja, die werkte bij Liverpool en dat was de man. Ja, en die vond Van der Sar te duur. Ja, ging niet meer door het hele gesprek. Klaar, afgelopen, geen woord. Nee, toen gingen we naar Mislintat. Ja hoor, veel goedkoper en kijk wat je hebt. Ja, één grote puinhoop. Dat is blunder 1. En blunder 2? Ja, ze hebben toen Winston Bogarde, weet je nog? Ja, die Schreuder was gekomen en die Winston Bogarde, die werd zo aan de kant geschoven en weggestuurd. Ja, en die hadden ze nooit moeten laten gaan. Toen, ten tijde van Ten Hag, toen stond die verdediging als een huis. Is daarna nooit meer gebeurd bij Ajax. Dus dat zijn de twee beslissende blunders. Mislintat die maakte er daarna een grote puinhoop van. En nu wijst iedereen bij Ajax. Alle Ajax-zieden roepen, ja, weg met die Steijn. Weg met Maurice Steijn, want dat is een chaos en die willen we niet meer zien tegen Brighton. En nee, maar nu hebben ze het lek gevonden. Nee, nu is Steijn weg. Dit is het dan. Nou vrienden, ik kan je vertellen dat totaal niet het geval is. Nee, je kan Steijn wel wegsturen, maar daarmee heb je nog steeds hele slechte voetballers bij Ajax. Bij Ajax zijn ze toch niet blind. Ze zien toch dat die gasten er helemaal niks van kunnen. Dat is, die winnen geen wedstrijd. Nee, als je die uitstuurt naar PEC, verliezen. Uit bij FC Emmen zelf, verliezen. Ajax wint. Die kunnen er echt verdacht weinig van. Beste vrienden, en dat ligt echt niet aan Maurice Steijn. Nee, want en welke trainer je daar ook voor zet. Oh, want nu is Maduro moet het nu doen. Die zat op de bank daarvoor. Wat heeft hij toen eraan gedaan? Niks. En die moet het nu dan allemaal oplossen? Nou, let op, komen de twee wedstrijden. Nou, en daar zit je dan met je nieuwe trainer. En Van het Schip, die gaat het ook niet oplossen. Nee. Echt niet. Echt eerlijk waar niet. Want het is gewoon niet goed genoeg. Het gaat pas veranderen in de winterstop. Dan kan je spelers lozen. Dan kan je nieuwe spelers kopen. En dan kan je weer voorzichtig gaan bouwen. Maar dat had ook gekund met Steijn. Nou ja goed, die zit nu thuis. Ik zou zeggen, Maurice, trek je er niks van aan. En onthoud één ding. Ja, er is maar één Steijn.